Like de video als jij de volgende zin kan afmaken. Ik zweef in nostalgie, want... Je bent geen taco! Nee, Bob. Jij mag niet liken. Dingen die iedereen doet in Broekhaven. Als eerste... Spalden. Dat doet iedereen. Het tweede, en de schommel is al bezig, is op de schommel gaan. En dan vooral hoog op de schommel gaan. Oh, ik ben geland. Wat ook iedereen doet, is de hurt emote bovenop de duikplank. Zodat je kan vliegen. Oh... My gosh, over vliegen gesproken. Ik zit lekker in bad. Wat ook iedereen doet, en de schommel die gaat nog steeds. Dat is van de glijbaan gaan bij de span en dan niet bewegen. Want kijk, als je dan landt, dan zit je op de grond. Wat ook iedereen doet, is fietsen, skateboarden of steppen. Het valt mij op dat er niet veel mensen zijn die lopen. Ook iets wat ik heel veel mensen zie doen, is in het politiebureau zichzelf gezocht maken. Ik heb hem gevonden! Hij zit daar op die stoel! In Broekhaven. En nu we toch in het politiebureau zijn. Wat ook veel mensen doen, is in de cel gaan en dan via deze kant ontsnappen. Maar we zijn nog niet klaar in het politiebureau. Want wat ik ook veel mensen zie doen, is hier zien zitten, zodat je de camera's kunt bekijken. Wie is die knappertaar? En je kunt dan alles zien. En wat echt 99% van de spelers doet, dat is een huis kiezen. Natuurlijk. En wat daar dan ook bij hoort, zijn er nog taco's? Is een speler bannen. Ja, dat doet ook bijna iedereen. Hallo vloer, hoe is het met jou vandaag? En over huizen gesproken, wat ook bijna iedereen doet, is het matras kiezen. Daarmee naar een huis gaan. En dan het matras gebruiken om in dat huis naar binnen te... Ik zit vast. Naar binnen te kunnen. Gaat het goed met jou vandaag? Zeker. Nu niet meer! En dat hoort er ook bij. Geband worden. Ben jij ooit geband in Broekhaven? Laat het in de reacties achter. En wat natuurlijk ook iedereen doet in Broekhaven, dat is een voertuig kiezen. En niet alleen dat, maar meestal ook de snelheid omhoog gooien. Iets wat niet altijd even handig is. Oh nee. Oh. Ja. Precies om die reden. Wat ook heel veel spelers doen, dat zijn de borden aanpassen in Broekhaven. Je kunt hier namelijk naar boven. En dan heb je hier een knopje. En dan kan je typen wat je wil. Job is cool. Dankjewel, bord. Maar hij stinkt een beetje. Moet ik ook eens een video maken over dingen die bijna niemand doet in Broekhaven? Laat het dan weten. Iets wat ik spelers ook steeds vaker zie doen, is met hun pinpas naar de Broekhaven ATM gaan. Om daar Robux uit te halen. Maar als dat niet werkt, dan is er natuurlijk altijd nog een andere manier. Oh. Nee, wacht! Gebruik het matras. Oh, dat is slim. Dit ding maakt veel te veel lawaai. Dus het is inderdaad veel slimmer om gewoon het matras te gebruiken. En ook dan ben je hier binnen. Hoe kom ik eruit? Nog iets wat iedereen wel eens heeft gedaan in Broekhaven, is naar binnen gaan in Rockstar en daar op de kleding drukken, zodat je een andere outfit kunt aantrekken. Nice. Maar ik hou van mijn eigen outfit. Iets wat ook echt iedereen doet in Broekhaven, bij Starbucks koffie, is naar binnen gaan voor de donut. Ja, het is een koffiezaak, maar ik wil helemaal geen koffie. Ik heb veel liever een donut. Een taco donut? Nee. En natuurlijk de bibliotheek. Er zijn hier duizenden boeken, maar iedereen komt hier voor hetzelfde boek. Namelijk... Oh, het boek is er niet. Oh ja, natuurlijk. Die moet je eerst activeren. Weet jij hoe je het geheime boek hier in de bibliotheek activeert? Laat het dan in de reacties achter. Ik ben benieuwd of er Broekhaven kenners tussen zitten. Iets wat nog meer de meeste mensen doen, is naar binnen gaan hier in de autowinkel. Om dan hier op de stoel te zitten en hun favoriete auto te kiezen. En deze auto, die kan je dan perfect gebruiken. Maar hij is wel heel duur, dus pas er een beetje mee op. Oké, nog iets wat bijna alle spelers doen, is een doos pakken die eigenlijk niet van hun is. Maar toch kijken wat erin zit. De vieze was. Nee, dan heb ik toch liever een andere doos. Wat zit hierin? Een taco. Hey, handen omhoog! Die is van mij! Rustig, Bob. En over de vieze was gesproken. Ook iets wat bijna alle spelers doen, is een wasje draaien. Want je wilt toch wel schone kleren. En oh ja, spelers zijn hier niet alleen om de was te doen, maar ook om zichzelf te verstoppen voor als er iemand achter ze aan zit. Job, waar is mijn taco? Ik wil hem nu! Ook iets wat de meeste mensen doen, is naar de Broekhaven school gaan. Om daar een kluisje te claimen. Oh ja, ik vergeet het elke keer, maar om een kluisje te claimen moet je eerst een student zijn. En dan kan je je kluisje claimen. Zitten er taco's in? Nee, Bob. Boeken. Saai. En wat natuurlijk ook iedereen doet in de Broekhaven school, is hier op het bord iets schrijven. Zoals de waarheid. Een leugen. De waarheid. En nog iets wat iedereen in de school doet, is hier gaan zitten om een tekening te maken. Wat voor cijfer zouden jullie dit geven? Een 1. Ook iets wat iedereen doet in Broekhaven, is naar de cafetaria gaan en daar werkelijk alles eten wat ze kunnen vinden. En de cafetaria heeft een hoop. Dus ik hoop dat je trek hebt. Banaantje. En daar hoort dan een middagdutje bij. En natuurlijk nog iets wat iedereen doet in Broekhaven. Ja, sorry, het hoort erbij. Wat, Bob, wat doe jij daar? Naar de wc gaan. Hoezo heb je een wc bij je? Ik heb altijd een wc bij me. Laten we verder gaan. Wacht, kan je wat voor me doen? Wat dan? Even doorspoelen. Dankjewel. Graag gedaan. En als je dan uit de school komt, is iets wat veel mensen doen. Hier naar de bushalte gaan. Waar ze dan wachten op de bus. Oh, daar zul je hem hebben. Bob. Sinds wanneer kan jij bus rijden? Kom maar, vertrouw me nou. Oké, ik zit. Zolang je maar niet te snel gaat. Bob,
Bob! Sorry. Wow, ik ben net gespand in een nieuwe server. En daar is een groene limousine. Nog iets wat de meeste spelers doen in Brookhaven. Is hier naar binnen gaan voor de X-ray. En nu ben ik eigenlijk best wel benieuwd hoe realistisch dit is. Want als je er in je eentje bent ingeweest, dan krijg je hier op het bord te zien of je iets hebt gebroken. Je ziet één skelet. Maar wat nou als je dus samen met iemand ingaat? Wanneer begint de film? Bob, dit is geen bioscoop. Zien we dan twee skeletten? Eén manier om daarachter te komen. We wachten even, de deur gaat open. En nee, nog steeds één. Niet zo realistisch dus. Waarom hebben ze geen popcorn hier? Omdat dit geen bioscoop is. Nog iets wat iedereen doet, is naar de town hall gaan. En dat om de simpele reden dat hier een kluis staat die voor elke speler te open is. Dat is gratis Robux. Vraag me niet waarom ik op een paard zit. Nog iets wat iedereen doet, is naar Brooks dinner gaan. Alleen iedereen komt er dan al heel snel achter. Je hoeft hier eigenlijk niet te zijn. Al het eten wat je in dit restaurant kunt vinden, kun je ook gewoon hier in één keer uit je backpack halen. En dat gaat dan ook een stuk sneller. Wat ook elke speler doet als die een hotelkamer kiest, is de kamer veranderen in zijn favoriete kleur. Oh nee, volgens mij hebben we vervelende buren, want ik heb nu al geluidsoverlast. Oh yes, kijk mij. Ik had ook niet anders verwacht. Maar ben ik iets vergeten wat elke speler in Brookhaven doet? Wat jij in Brookhaven doet? Laat het dan in de reacties achter. Misschien maak ik een deel 2. Ik sta op het punt om een huis te kiezen. En dat wordt natuurlijk het YouTube huis. Ik ga snel naar binnen. En het is tijd om video's te maken. Maar dat kan beter. We moeten deze namelijk wel verdienen. Dus, vandaag probeer ik van 0 naar 1 miljoen abonnees te gaan. Dit is onze camera, niet de allernieuwste. En elke keer dat we klikken, filmen we een stukje. En uiteindelijk zit onze SD-kaart vol. Maar dat is niet erg. Dat is eigenlijk goed. We zijn namelijk thuis en nu gaan we ze bewerken. We moeten dus eigenlijk ervoor zorgen dat alles wat we net hebben gefilmd een mooi geheel wordt en dat het leuk is om naar te kijken. En dat kan soms best wel lang duren. Dag en nacht. Elke seconde van je levend bestaan. Ja, ik heb hier ervaring mee. Nu nog een titel. Mijn eerste video. We moeten namelijk nog een thumbnail maken. Een thumbnail is het plaatje wat je ziet bij de titel waar je op klikt als je een video wil bekijken. Beste thumbnail ooit. Perfect. Nou, slaan we hem op. Het is tijd om de video te uploaden. En dat voelt best wel goed als je er lang mee bezig bent geweest. De views die stromen binnen. Maar voordat we de miljoen abonnees bereiken, hebben we wel meer nodig dan één video. Ook is het belangrijk dat we onze kwaliteit verbeteren. Want meestal is je eerste video niet gelijk je beste. Dus onze camera. Laten we beginnen om die te upgraden. Kijk eens aan. Dat ziet er al beter uit. En het filmen gaat ook veel sneller. Uiteindelijk willen we natuurlijk de beste camera in het spel. Maar dat kan nog even duren. Onze SD-kaart is vol. Nou, we weten inmiddels hoe het werkt. We gaan eerst onze video bewerken. Dat duurt lang. En het is nodig om er een leuke video van te maken. Ging het in het echt maar zo makkelijk? Gewoon letterlijk alleen maar op één plek klikken. Dit is onmogelijk. Nu wil iedereen weten wat er onmogelijk is. En willen mensen de video zien. Maar nu nog een goede thumbnail, want het moet iets zijn waar mensen op willen klikken. Nu is het belangrijk dat we de video uploaden. Dus we selecteren de video. En daar gaan we. Onze eerste video heeft al 150 views. Maar ook 2 video's is niet genoeg. Dus terwijl we een beetje rondlopen, filmen we zoveel mogelijk verder. Wat is dat? Een internetstick. Internet en YouTubers beste vrienden. Dit zorgt voor sneller internet. Oké, dat ziet er heel goed uit. We hebben onze eigen robot. Het is weer tijd voor een upgrade. We hebben 48, dus we kunnen deze kopen. Wow, dat ziet er nice uit. En onze SD-kaart is vol. En we plaatsen onze internetstick. In ieder geval om sneller te uploaden. Uploaden is het brengen van je video naar het internet. Naar YouTube. Kijk dit. Ik bedoel, duidelijker kan ik niet zijn. Oké, dan is het tijd voor de beste thumbnail. Ik moet zeggen, deze thumbnails lijken allemaal wel heel erg op elkaar. Een goede thumbnail is een goede thumbnail. Kijk hoeveel views deze video behaalt. Iedereen luistert naar de titel. Kijk dit. En dat betekent dat de abonnees en de views binnenstromen. Eens even kijken. Welke zullen we halen? Wat is de duurste? Die kunnen we niet halen. Deze kunnen we halen. En laten we onze SD-kaart ook een beetje upgraden. Oh, kablam. Dus nu kunnen we veel meer beelden schieten voordat onze SD-kaart vol zit. Zo kunnen we meer video's maken. In plaats van dat we steeds naar huis moeten om de paar bestanden te bewerken die we hebben. Zou ik nog een internetstick kunnen kopen? Het ziet er naar uit van wel. Kijk eens aan. Zou ik het nog een keer kunnen doen? Oké, ik neem dit serieus. Ik wil de 1 miljoen abonnees. Dus we zetten er hier nog eentje neer en hier. En dan verplaatsen we onze computer met een betere. Oh, wacht. We moesten ze nog connecten. We gaan beginnen met het bewerken van onze video. Dat gaat op deze computer zoveel sneller dan op de vorige. Ik ben Sonic, want hey, ik ben snel. Oké, dan gaan we naar Photoshop voor het maken van een nieuwe thumbnail. Hé, dat is op zich een best wel goede thumbnail. En nu is het tijd om de video te uploaden. Kijk eens aan. Kablam. Oké, dit is by far onze beste video tot nu toe. Hij heeft bijna 200.000 views in 3 seconden. Is niet bepaald realistisch, maar hey, it's nice. En we hebben al bijna 3.000 abonnees. Sommige huizen zien er ook heel gaaf uit. Reageer YouTube als ik een deel 2 moet maken. En als je de video nog steeds kijkt. Ik wil eerst een nog betere computer halen. Oeh, we hebben zoveel keuze. We gaan voor deze. En nu een nog betere camera. Dat wordt deze. Die ziet er cool uit. En we filmen zo snel. Oké, we moeten onze SD-kaart upgraden. Nu kunnen we meer beelden schieten. En terwijl we naar huis lopen, blijven we filmen. We weten inmiddels hoe het werkt. Dit wordt een lange video. Langs de video even. Thumbnailtje erbij. En nu is het tijd om deze video te uploaden. Oh my gosh, deze video heeft nu al 1 miljoen views. Abonneer voor meer en adios.